Beleef Mee is onderdeel van LPW Media, voorheen luisterpost Bralecta. Wij maken programma's waarmee we kerk en geloof bij mensen thuis willen brengen. Ruim 200 vrijwilligers maken het mogelijk dat u gratis kunt kijken naar deze christelijke programma's. We ondersteunen werkers in de kerk met informatie en materialen. Zo willen we onze kennis en techniek in dienst stellen van de kerken. Door de toegankelijke online middelen maken we zichtbaar hoe geloofsovertuiging, onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en levensinvulling concreet kunnen worden in het dagelijks leven. Daardoor gaan mensen binnen en buiten de kerk meedoen, meeleven en ermee aan het werk. Steun LPB Media met uw gift, zodat meer mensen kunnen blijven genieten van Beleef Mee. Door uw bijdrage komt de goede boodschap in veel huiskamers. Kijk en geniet met ons mee.
Dames en heren, jongens en meisjes, de muzici, de leden van het koor, ik zou zeggen, allen broeders en zusters in de Heere Christus. Het is een voorrecht dat wij hier bijeen mogen zijn. Bijeen mogen zijn in deze eeuwenoude kerk, waar ook in de loop der geschiedenis mensen hun toevlucht zochten als het onrustig was, als de crisis was en als de vragen groot waren. En zo mogen wij ook hier vanavond bij elkaar komen. Bij elkaar komen om dat te doen wat gelovige mensen mogen doen in tijden van grote vragen en verzoekingen. Dan mogen we hier samenkomen om in het gebed Gods aangezicht te zoeken, maar ook om samen zijn naam groot te maken. Ik hoop dat we met elkaar ook een goede en gezegende avond mogen hebben en dat deze avond ons ook mag aanzetten tot enige vrijgevigheid. Helemaal op het einde van de liturgie gaan we straks met elkaar zingen het Lutherlied. En Luther heeft zich bij het maken van dat lied laten inspireren door de 46e psalm. En ik wil aan het begin van de avond deze psalm met u lezen. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden. De koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem. De aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies in tweeën slaat en de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Ik wil u nog voorgaan in gebed. Almachtige God en Vader, wij zeggen u dank dat wij hier samen bijeen mogen komen, in vrijheid, in vrede. We zeggen u dank omdat wij beseffen dat we dat mogen doen te midden van een woelige wereld van onrust en oorlog. Heren, we vragen u of u tijdens deze avond met allen wil zijn die hier een rol te vervullen hebben. Heren, geef dat het een goede avond mag worden. Dat we niet alleen met de mond, maar ook met het hart in de liederen en de gebeden tot u zullen komen. Heren, geef ook daar waar oorlog is en onze gedachten gaan nu ook vooral uit naar de mensen in de Oekraïne. Maar in het hele gebied eromheen laten we ook aan de Russen denken. Heer, geef dat daar inkeer komt en dat het vrede mag worden. Geef kracht aan allen die nu veel te dragen hebben. Heren, dat vragen wij van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat we weten dat we een beroep mogen doen op uw genade in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Hoe vaak hebt u dat vandaag al gebeden? Het zij dat u de woorden van het Onze Vader hebt gebruikt, of dat u de bedoeling van die zin in uw gebed hebt gebruikt. Het is het gebed voor de maaltijd, dagelijks of meerdere keren per dag. Maar wat als er geen brood is? Wat dan? En dan heb ik het niet over de Oekraïne, maar dan heb ik het over Nederland. Een land dat uitpoot van rijkdom, waar ondertussen door een gierende inflatie, door torenhoge energieprijzen, mensen wakker liggen. Hoe kom ik deze maand rond? En hoe geef ik mijn kinderen voldoende gezond te eten? Tuinders, als we op werkbezoek zijn, de tranen staan ze soms in de ogen. Moeten we het bedrijf sluiten? Je leven lang aan gewerkt, opgebouwd, maar het is niet meer op te brengen. Bakkers die vanwege de energieprijzen niet meer lonend voor hen brood kunnen bakken. Dan is er iets grondig mis. De winkel moet sluiten. En wat dacht u als u rondkijkt in de agrarische wereld? Dan gaat het niet eens zozeer over die kosten, hoewel ook wel, maar toch in mindere mate. Een beleid dat ertoe leidt dat die boerengezinnen, als het ware, het brood dat ze zelf verbouwen, uit de mond gestoten wordt. Of wat dacht u van de vissers die eindeloos aan het lijntje worden gehouden, zodat de kotter naar de sloop moet. Een goedkope sanering. Wat een zorgen geeft dat in ongelooflijk veel gezinnen. Ja, zeggen de mensen, veel mensen dan. Daar hebben we de handen vol aan. Ik kan er niks meer bij hebben. Ja, dat is begrijpelijk. Dat is begrijpelijk. Maar toch mogen we de ogen niet sluiten voor wat er elders in de wereld gebeurt. Waar de ellende soms nog groter is. En waar de armoede en de honger nog schrijnender is. En dan denken we deze avond aan de situatie in Oekraïne. Inderdaad, daar is op zich het nodige voedsel nog wel. Alleen, zoals de heer Ploeg dat dan aangeeft, het ligt op de verkeerde plaatsen. En de infrastructuur is zodanig dat dat voedsel nauwelijks op de goede plaats gebracht kan worden. En dan natuurlijk nog steeds die voortdurende oorlog die steeds gruwelijker vormen aanneemt en waarvan het eind nog lang niet in zicht lijkt te zijn. De belangstelling neemt daarvoor af. Ja, het duurt ook zo lang. En je hebt zelf zoveel zorgen aan je hoofd. Hoe krijg je voldoende brood op de plank voor jouw gezin, voor uw gezin? Ondertussen, die schrijnende toestanden, we kunnen onze ogen ervoor sluiten, zeker. En toch. Je blijft daar een verantwoordelijkheid voor dragen. Zeker als er letterlijk tekort is aan het dagelijks brood, aan het voedsel. Bij oude mensen bijvoorbeeld, die in het oosten van Oekraïne wonen, die
niet in staat zijn om voor hun eigen levensonderhoud te zorgen. Hoe kun je die mensen helpen dat er toch voor hen te eten is? En dan heb ik het echt over het aardse brood. Want het geestelijke voedsel kunnen we daar soms zelfs halen. En hoe gaat het straks in Oekraïne? Als er hele gebieden zijn die bedoeld zijn voor landbouw, maar die niet ingezaaid, waar niet gepoot is en waar straks dus niet geoogst kan worden. Zorgen, zorgen, zorgen. Daar mogen we, ondanks alle zorgen waar je ook zelf mee te maken kunt hebben, je ogen niet voor sluiten. En je oren niet sluiten voor de vraag om hulp. Om in een Bijbels beeld dat te zeggen, je ogen en je oren sluiten voor die bedelende man daar aan de kant van de weg. Zoals daar op de weg naar Jericho, Bartimeus zat. De schare kwam langs en hij hoorde, Jezus is daar. En hij begint te roepen, Heere Jezus, ontferm u over mij. En wat doet die schare? Sluit oren en ogen. Hou je stil, schreeuw niet zo. Ik geef toe, dit is niet de tekst van de Statenvertaling, maar een beetje de interpretatie ervan. Maar dat is voor het verhaal. Schreeuw niet zo. En wat doet Jezus? Hij hoort dat geroep. Hij stopt. En hij nodigt hem uit om bij hem te komen. Wat wilt u dat ik u doen zal? Dat ik ziende mag worden. Uw geloof heeft u behouden. Je ogen en je oren niet sluiten voor de nood van anderen. Ook al heb je het zelf, al hebt u het zelf ook niet gemakkelijk. Wij hebben onze verantwoordelijkheid tegenover onze naasten. En er is altijd de vraag, daar kun je eindeloos over discussiëren. Gebeurt ook in de Tweede Kamer als het over ontwikkelingssamenwerking gaat. Steun voor mensen elders in de wereld. Hoe ver strekt je verantwoordelijkheid? Ja, voor zover je in aanraking komt met mensen, dat zijn je naasten. Zover strekt je verantwoordelijkheid. Mag ik verwijzen, en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hebt u die geschiedenis, ik meen dat het uit mijn hoofd gezegd Lucas 10 is, wel eens goed gelezen? Er komt een wetgeleerde bij Jezus en die zegt, wat moet ik doen? Nou, Jezus legt dat uit en dan zegt hij, borst vooruit, kin omhoog en wie is mijn naaste? Dat wist hij wel, dacht hij tenminste. Dat waren die geloofsgenoten van hem, maar zeker niet die verachte Samaritanen of die verfoeilijke Romeinen die het land hadden bezet. Wie is mijn naaste? Vertel maar, uitdagend. En dan vertelt Jezus dit verhaal. En dan moet u eens opletten wat er gebeurt. Wie is mijn naaste? Vraagt die wetgeleerde. Wat doet Jezus als hij het verhaal verteld heeft? Wat vraagt hij dan? Wie is de naaste geweest van die halfdode Jood die daar lag? En die wetgeleerde krijgt de naam niet eens over zijn lippen, maar hij zegt dan die hem barmhartigheid bewezen heeft. Hij snauwt het als het ware eruit. De Heer Jezus draait het perspectief 180 graden om. Niet wie is mijn naaste, nee, voor wie bent u een naaste? Daar gaat het om. Dat is de vraag die Jezus ons stelt. En dan mag je blij zijn dat er organisaties zijn, dat er mensen zijn die langs vertrouwde kanalen en contacten het brood, laat ik het zomaar even blijven aanduiden, op de goede plek weten te krijgen. Het brood weten te bezorgen daar waar er behoefte aan is, zonder dat er via allerlei frauduleuze handelingen en oplichterij het op de zwarte markt verdwijnt of waar dan ook. Beste mensen,
Jongelui, daar mag u een bijdrage aan leveren. En, wat nog mooier is, u mag zingend geven. En om inderdaad ook Luther nog even weer aan te halen, die heeft dus gezegd, zingen is twee keer bidden. Met de tekst en met het lied, met de melodie, met de muziek. Zo mag u uw geld afstaan. En ik hoop dat u dat mag doen voor Gods aangezicht. Ik wil het hier belaten.
Ja, zo'n avond vliegt voorbij. En daarom wil ik u, muzici, de beide koren, hartelijk danken. U heeft ons echt een geweldige avond bezorgd met muziek van hoge kwaliteit. Ook de inhoud van wat u zong mogen we ons ter harte nemen. En daar mogen we ook troost uit putten. We leven, en het is al vaker gezegd vanavond, in een wereld waarin het wel lijkt dat we van crisis naar crisis gaan. Een dik jaar geleden zaten we nog midden in de coronacrisis en die was nog niet voorbij of de oorlog in de Oekraïne brak uit. En sindsdien lijkt het wel alsof er elke maand een nieuwe crisis bij komt. Stikstofcrisis, houdt heel veel mensen bezig. Toekomstperspectieven voor de agrarische wereld, de visserijsector. Maar ook de energiecrisis die veel huishoudens ook voor vragen gaat stellen hoe ze rond moeten komen. Maar dan klinken hier vanavond hele andere woorden. Er wordt aan de ene kant gezongen, Heer, ontferm u. Maar in het begin van de avond klonk ook uit die 42e psalm dat prachtige, opbeurende, want de Heer zal uitkomst geven. En zo zal het zijn. En daarom mogen we ons ook op een avond als deze tot God richten en Hem vragen om die uitkomst te geven, hoe donker het ook wordt. We mogen weten dat God de wereld regeert en dat Hij alles in handen heeft. En dat wij met al onze noden tot Hem mogen komen. Deze avond heeft ons natuurlijk heel veel muzikaal genot opgeleverd. Het heeft ons ook geestelijk gesterkt. Maar het is ook mooi om u te mogen vertellen dat er ook in financieel opzicht, voor het doel waarvoor we hier bijeen zijn, die transporten naar de Oekraïne, een mooi bedrag is opgehaald. Hier in de kerk is 3.043,70 euro opgehaald. En digitaal, want er zijn ook mensen digitaal met ons verbonden, is een bedrag van 2.598,50 opgehaald. Dat brengt een totaal op 5.642,20 euro. Dat is de moeite waard en voor het goede doel hard nodig. Ik herinner mij nog, toen wij hier in maart bijeen waren, dat na afloop van de bijeenkomst er ook nog geld binnendruppelde. En als mensen zich daartoe geroepen voelen, wil ik ze ook daartoe van harte uitnodigen. Het geven hoeft nu niet op te houden, want de nood is groot. En er is al aan gerefereerd dat transport naar de Oekraïne, het zorgen dat het broodnodige bij de mensen in alle verschrikkingen van daar ook arriveert, kost geld. En dat kunnen wij hier, ondanks alle problemen die ook onze samenleving bezighouden, nog wel met elkaar opbrengen. Dus laten we niet stoppen met geven. Ik wil ook nog melden dat een van de leden van het koor aan het begin van de avond onwel is geworden. Hij is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis en ik wil zometeen in het gebed er ook bij stilstaan. Ik wil u dan ook nu voorgaan in gebed. Almachtige God en Vader, ten tweede male mogen wij deze avond in gebed tot u komen. Heer, wij zeggen u dank dat wij hier zo bijeen mochten zijn voor de prachtige muziek die mocht klinken, maar ook voor de inhoud, de woorden die daarbij tot ons kwamen. Heren, in alles, hoe donker het ook is, brengt u ons in woorden die u ons gegeven hebt. Troost, u geeft ons uitzicht, perspectief. Heer, daar zeggen wij u dank voor, dat het zo mag zijn, dat we steeds ons vertrouwen op u mogen richten en dat we ook mogen weten dat wie het van u verwacht niet beschaamd uitkomt. Heren, in deze woelige wereld bent u voor ons die vaste burcht. Daar mogen wij ons vertrouwen op stellen. Heren, we bidden u voor de oorlog die er is. Heren, wilt u vrede geven? Want alleen van u kan vrede komen. Heer, dat we dat ook mogen doen in het besef dat we daarin van u afhankelijk zijn. En dat werkelijke vrede niet is de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van u, onze God.
Heren, we bidden u ook voor de noden in ons land. Voor al die mensen die zich zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. Voor de agrariërs die niet weten hoe het verder moet, wat hun perspectieven nog zijn. Voor de visserijsector, waar het ook moeilijk en onzeker is. Heren, wilt u geven dat ook daar, in alle donkerte die er mag zijn, toch ook het oog op u gericht mag worden, Heer, dat we alles mogen weten, dat u uitkomst zal geven. Heer, daarvoor zeggen wij u dank, dat we mogen weten dat u uitkomst geeft in alles. Heer, wilt u met ons zijn, als wij van hier gaan, Heer, en we leggen in dat met ons zijn ook aan u voor, Ab Juffer, die hier vanavond onwel is geworden en nu in het ziekenhuis is. Heer, wilt u ook met hem zijn en genezing geven. Heren, zo vragen wij ook of u met allen wilt zijn die verantwoordelijkheid wilt, die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Die op welke plaats dan ook de touwtjes in handen lijken te hebben. Wilt u ook daar inzicht geven en uitzicht op u. Heer, als we zo meteen van hier gaan, wilt u dan met ons gaan. Wilt u ons sparen en bewaren op de weg die voor ons ligt. Heren, we hebben veel te vragen. Maar we vragen het omdat we weten dat we het bij u mogen neerleggen. In de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen.